Goedemorgen broeders, zusters en kinders, die volgende afkondigings. Ons gemeente is hierdie jaar 92 jaar oud en daar is ook dankbaarheidskoevertjies waar waardeer u ook een bijdrage kan maak by dankbaarheid. Die kalender 2022 is beskikbaar en kan na die eredienst in die saal ook gekry word. En so ook is die almanak beskikbaar en is ook in die saal verkrygbaar. Ons doen ook een ernstige beroep dat ons allemaal ook moet maskers dra en asseblief die nodige afstande handhaaf. Na die eredienst is te kan jy 'n kopie tee of koffie in die gemeentesentrum kom geniet. Die collecte is onder die dienst diakonale fondse en by die deure gaan vir die kerkkas, beide word by die deure opgeneem. Verjaarsdag, vandag verjaar die Honie Albertse, as ook Trudy Potgieter wat een speciale verjaarsdag het, en dan ook Ida van der Westhuizen die 27ste met een speciale verjaarsdag, die 29ste verjaar Kirsten Joubert, as ook Charles Roberts en Johan Weyers. Die 30ste verjaar Wiekus Jansen van Vuren en 31ste Wiewet Erasmus. Die volgende lidmate is siek en ons dink in ons gebede aan hulle, broeder Henny Swanepoel, sisters Magdalena Williams, Dimples Bester, Dinkie de Plessie, Deborah de Tooi, Mariana Miller en Marty Steenkamp en June Greile. Meeleving aan Johan en Helene Dippenaar, wat positief getoets is vir COVID. Sister Anlie Silje is gediagnoseer met pankrinsisme in het redelike gevorderde stadium. Ons dink ook aan die Anlie. En dan kan u maar op die achterste bladsy kan u die diensbeurt sien soos wat het geloop. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader in Christus Jezus ons Here deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam uit Psalm 84, 1, verse 1 en 3. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sion's hoogte, wanneer hulle haas van dors verkwyn, dan is die Heer self hul fontein. Verse 1 en 3, Psalm 84, 1. Van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge.
en in een Heere Jezus Christus, die enige geboren Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader geboren. Hij is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, geboren niet gemaakt niet, een in wezen met die Vader, door wie alles tot stand gekomen. Hij heeft terwille van ons, mensen, in ons zaligheid uit die hemel neergedaal, en het door die Heilige Geest uit die Maagd Maria vlees geword. Hij het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisig, hij het gelei en is begraven. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het naar die hemel opgevaar. Hij zit aan die rechterhand van God en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap zal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Geest wat Here is en levend maak. Hij gaan van die Vader en die Seun uit en hij wordt samen met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hij het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons belei een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister ook na die wet van die Here soos dit in die Nuwe Testament toegepas word in Efesiërs 4. Nou dat jullie die valsheid afgeleid, moet jullie onder elkaar die waarheid praat, want ons is leden van diezelfde lichaam. Als jullie kwaad wordt, moet je zondig niet, en moet je een dag kwaad afsluit niet, moet je de duivel op vat kans geven niet. Als iemand een dief is, moet hij op jou stiel. Hij moet door harde werk op een eerbare manier zelf in zijn levensonderhoud voorzien, dan zal hij iets hebben om voor die armes te geven. Vuiltaal moet daar nooit uit jullie mond komen. Nie. Praat niet wat goed is en opbouwend is volgens die eis van omstandigheden, zodat dit jullie woorders ten goede kan komen. En moet niet die Heilige Geest van God bedroef nie, want hij het jullie als die eigendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvliegend wees of woedend word nie. Moet niet vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartelijk teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ook ons lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aannemelik was. Soos het gelovig is betaal, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie, nee. Dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderij, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Ons sing nou saam uit lied 245 verse 2 en 3.
Goedertieren Vader, hoor ons als ons nader met een diep ontzag, slaan ons gunstig gade. Kijk met die genade en die liefde naar ons. Schenk ons die genade als ons ook op u wacht. Vader, ons loof en dank u voor uw zorg en liefde gedurende die afgelopen jaar. Voor baie van ons was daar tranen en hartseer en bestukkende leven. Toch het u in uw rijk genade troos gebring, aanvaarding, ook in een moeilijke jaar. Van ons lidmate het hulle werk verloor. Partij se geld het opgeraak. Kos was daar nie meer nie. En toch het u ons door die moeilijkste tye gedra, ook door die liefde wat gemeentelede en besonder ook ons diakens ook aan mense bewys het. Selfs toe ons nie eens meer kon kerk toe kom nie, het u voorsien door die woord te laat weer klink op soveel mediums dat ons u woord steeds kon hoor. Heere, ons bid dat u ons verder sal dra, ook in die nieuwe jaar in en elke oomblik by ons sal wees. Verlaat ons toch nie, want dan is dit alles voorbij met ons. Dank u Heere dat u ons gemeente in stand gehou het al voor 92 jaar en dat u ook in die afgelopen jaar voor ons die nodige gemiddelde gegee het in oorvloed zodat ons kon kerk wees. Ons dank u vir ouderlinge die diakens, leraar wat kon dien en ons in hierdie tye kon dra en vertroos deur u genade. Maar ons loof en dank u ook vir elke lidmaat wat in die ambt van die geloof en as gelovige ook as profeet, priester en koning opgetree het in hierdie tyd. Ons bid dat ons nie in die verlede sal vasval en so die heerlike en genadige uitdagings wat u vir ons in die oog het sal miskyk nie. Laat ons daarom uitreik na die nieuwe dag en die koms op die wolke. Ons bid dat u ons as gemeente in die holte van die hand sal bewaar, ook in hierdie feesttijd, sodat elkeen veilig terug sal kom na hulle huise, elkeen wat op reis is. Sien nou die aanhoor en verkondiging van die woord, sodat ons innerlik vernuwe sal word om u met groter oorgawe te dien. Vergewe al ons swakhede en sondes, sodat ons nie verhinder word deur laste om u naam te loof en te prys nie. Ons bid alles in die naam van ons Heere Jesus Christus, ons Heere. Amen. Ons sing saam uit lied 200 vers 1 en 3, dat ons die goedheid van die Heere selfs nie eens kan peil nie, en dan vra ons ook ja, dat ons die Heere sal vereer vir alles wat hy vir ons doen. Verse 1 en 3, lied 200.
Ons lees nou saam uit Filippense hoofstuk 3 van vers 14, 1 tot 14. Die opskrif daar is die ware gerechtigheid. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om diezelfde dingen aan jullie te schrijven is voor mij niet moeite nie, en voor jullie gee dit zekerheid. Pas op voor daar die dwaalleraars, pas op voor daar die mensen wat kwaadstig, pas op voor daar die betekenisloze besnijdenis. Ons het die ware besnijdenis, ons wat God door sy geest dien, ons wat ons op Christus Jezus beroem en niet op uiterlijke dingen vertrouwen. Toch zou ik ook op uiterlijke dingen kon vertrouwen. Als iemand meent dat hij op uiterlijke dingen kan vertrouwen, ik nog meer. Ik is op die 8e dag besny van geboorte Israëliet, uit die stam van Benjamin, een echte Hebreer. In wensopvatting was ik een fariseer, in mijn ijver een volgeling van die kerk, in onderhouding van die wet van Mozes om vrijspraak te verkrijgen. Onberispelijk. Maar wat eerst voor mij een bate was, beskou ek nou als waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ik beskou alles als waardeloos, want om Christus Jezus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit als verwerplik, zodat ik Christus als enigste bate kan verkrijgen. En een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ik die wet onderhou nie, maar omdat ik in Christus geloof. Dit is die vrijspraak wat God gee, omdat de mensen om gloe. Al wat ik wens is om Christus te kennen, die kracht van zijn opstanding te ondervind, en deel te in sy leiding, leer aan om gelijk te worden in sy dood. In die verwachting dat ik zelf deel zal hee aan die opstanding uit die dood. Ek sê niet dat ik dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ik span mij in om dit alles myne te maken, omdat Christus Jezus mij reeds syne gemaakt heeft. Broers, ik verbeel mij niet dat ik dit alles al het niet. Maar één ding doe ik. Ik maak mij los van wat achter is en strek mij uit naar wat voor is. Ik span mij in om bij die winststreep te komen, zodat ik die hemelse prijs kan behalen, waartoe God mij geroep heeft in Christus Jezus. Vers 13 vraag ik je aandacht voor. Broers, ik verbeel mij niet dat ik dit alles al het niet, maar één ding doe ik. Ik maak mij los van wat achter is en strek mij uit naar wat voor is. Maak mij los van wat achter is en strek mij uit naar wat voor is. Geliefdes in die Here Jezus Christus, in hierdie tijd beleef ons zoveel opwindende dingen. Dinge soos familielede wat kom kuier, en ek het al een paar keer hier in die eredienst mense gesien wat van ver af kom kuier het vir familie, of selfs van oorsee afgekom het om vir familie te kom kuier. Heerlijke kuiers by vriende, daar was mooie muziek, selfs die wat ons gesin het. Vakantie en die beste van alles, die herdenking van die geboorte van ons Here Jezus Christus. Toch, en ons moet het herken, bring hierdie tijd van die jaar, wanneer allemaal weg is en die huis weer leeg wordt, en die koek en al die geskenkies die staan daar rond, bring dit een soort van eenzaamheid. De vrees voor die nieuwe werk, en die toekomst wat in 22 wacht, en wat het alles gaan inhou, en ons is bang om 2021 bykie achter te laat, dat ons kan oorgaan na 2022. Ons hou nog so bykie vast in hierdie jaar. Misschien het dit ook met die onbekende in ons levens te doen, dat die mens nie weet wat voor en toe wacht. Toch kom Paulus en hy maak om los van wat achter is. Dit is die eerste gedachte wat ek aan u wil bring. Een gelovige is een voor en toe leef mens. Jy val nie vast in gister nie. Jy maak jou los van die sonde, die foute, die mislukkings van die verlede en die hartseer. Want achter Paulus
sy lewe as 'n fariseer en die vervolging van die kerk en die dood van Stefanus, al daardie dinge maak hy om van los wat agter is. En hy kom net toe wat hy gaan doen vorentoe. Hy sê ook, al hierdie dinge laat hy agter ter wille van die Here Jesus Christus wat hy nou leer ken. Daarom sê hy, dis nie meer sy stand en sy status, sy rykdom, sy geleerdheid, sy beroemdheid wat sy lewe stuur en lei nie, maar Christus is die middelpunt van sy lewe en dit beheers sy verlede en sy toekoms en alles. Sy ganse lewe draai nou om Christus. Hy sê dit ook op 'n plek, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Jy moet ook die sondes wat jy in die verlede bely het, die mislukkings en die foute wat jy voor Jesus se voete, moet jy voor Jesus se voete kom lê. Raak die sondes van die verlede, bely dit. Gaan na God toe, stel dit voor hom, lê jou mislukkings voor die Here en weet hy vergewe en leef dan vorentoe. Onthou as God jou sondes vergewe, staan daar in Micha 7 vers 19, en gooi hy dit in die diep see, in die dieptes van die see het hulle al agtergekom, daar die dieptes is baie dieper as die hoogste berge wat ons het. Sodat jy daarby nie kan uitkom nie. Of hy verwyder dit, so ver soos die ooste verwyder is van die weste. Moenie teruggrou in jou sondes en die verlede nie. Dit is om Christus se vergifnis te wantrou. Leef vorentoe. Jy het na hom toe gegaan, jy het vir hom dit gegee, jy het dit bely, jy het dit oorgegee. Leef nou nuut met die Here. Moet ook nie in die verlede bly leef nie. Want 'n mens kan uit jou sonde opstaan en nuut begin lewe, want in jou lewe leef ook die Heilige Gees en sy opstandingskrag leef ook nou in jou, want hy het vir jou 'n nuwe mens gemaak, waar 'n nuwe mens in jou opgestaan en sy kruisliefde en sy gees woon in jou hart. En daarom kan jy ook jou sondes nie net bely nie, maar kan jy ook vorentoe leef. Tel jou kop op. Stap die toekoms met Jesus Christus in. Paulus wys ons dat ons lewe soos 'n marathon afgelê moet word met volharding, met deursettingsvermoë en aanhoudend, maar tog die oog gefestig op Jesus Christus. Hy word ons die kern van ons sigsveld. Sy kruislyde en sy gees wat jou hart in jou hart woon, die dring jou om meer en meer ook onder die swaar van hierdie lewe na die Here te kyk. En soos 'n goeie atleet wat sy sweetpak baadjie uittrek en langbroek en al die nodige klere uittrek, so moet jy ook jou laste af lê om vryheid te kan hardloop sonder enige hindernis. Ek dink dit geld ook vir die nuwe jaar wat kom. Ja, ek strek my uit na wat voor is. Ek raak ontslaaf van elke las wat my verhinder om voluit vir Christus te leef. Maar dit is nie genoeg om 'n nuwe jaar in te gaan nie. Ons moet eers klaar maak met hierdie ou jaar. Jou losmaak van die jaar wat verby is. Die boek van 2021 moet toegemaak word voor jy die nuwe boek van 2022 oopmaak. Die Here Jesus het gesê, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Leef vorentoe. Die beste voorbeeld is seker Lot se vrou wat nie 'n nuwe lewe met die Here wou begin nie. Wat nie vorentoe met God wou leef nie, maar omgekyk het en verlang het na die sonde verlede van Sodom en Gomorra en toe in 'n soutpilaar verander het as 'n getuie vir die geslagte wat sou kom.
In die tweede plek, wat dingen, kom ons kyk net na so paar dingen, pas baie meer, maar wat laat ons vasthou aan die verlede? Dat ons niet kan voeren toe leef saam met die Heere Jezus Christus, dat hij niet consequent in ons gezichtsveld kan wees nie. In die eerste plek, dit kan sonde wees wat ons in 2021 gedoen het, wat ons vasthou om met Christus die toekomst in te stap. Dalk het ons dinge in die verlede gedoen wat het moeilijk maak om te vergewe. Ons het dalk mense baie seer gemaakt. En die mens worstel met hierdie seer maak van mense en jy wil het graag regstel voordat jy kan aangaan. Misschien het jy as jongman of jong meisie te ver gegaan. Hoe kom jy oor hierdie ding wat jou aankla? En misschien het jy geskei en kan die andere persoon net eenvoudig nog nie vergewe nie. Dit grou nog in jou lewe, jy blokkeer jouself om oor te gaan na volgende jaar. Misschien het jou bitterheid jou gesin verdeel. Misschien is jy finansieel te nagekom en jou wrevel broei binnen in jou oor hierdie liefdeloosheid van mense. En dat jy nog steeds jouself terughou vanweer die feit dat jy nie kan vergewe nie. Wat Jezus sê oor ons sonde geld ook vir die einde van hierdie jaar. Ons lees bijvoorbeeld in Romeine 3 vers 20, allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die koninkryk van God. Ons allemaal wat hier staan en sit, het in 2021 reuse foute gemaakt. Ons het allemaal op een manier die Here Jezus bitter seer gemaakt. So makkelijk vergeet wat die Hebreërskrywer skrywe in 12 vers 1. Terwijl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstik, laat ons klaarmaak daarmee, dat ons aan Jezus Christus dit bely en afstand doen daarvan. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jezus Christus, die begin en die volleinder van die geloof. Ons kan nie die nieuwe jaar ingaan met een vol sonde bagasie op ons rug nie. Paulus het baie gelowiges vervolg, gemartel en die tronk laat gooi, maar sy op pad is na Damascus en hy die Here ontmoet daar. Maak hy die boek van die sonde verlede toe, wat hy die kerk van die Here vervolg het en vele selfs laat doodmaak, het bygestaan by Stefanus toen hom 'n klippe doodgegooi het, steniging. En wat gebeur nou? As Ananias opdracht kry om te gaan en om te gaan praat en sê hy moet die evangelie ook aan die heidene gaan verkondig, dan sê die Here vir hom, hy moet naar Regheidsstraat toe gaan en hy sal hom daar kry, hy is besig om te bid. Nie meer in die verlede nie, hy leef vorentoe. Hy rig sy gedagtes op God. En denk maar aan David, hoe hy sy sondes bely het in Psalm 51 en Psalm 32 en daar die boek toemaak. Ons kan nie in 2021 ons sonde saamvat na 2022 nie. Dit sal jou moeg maak. Dit sal jou laat uitsak in die wedloop van die geloof. Uiteindelik sal het jou in die grond inboor. Nee. Bely jou sonde, tel jou kop op. Jy is skoon, jy is nie deur Jezus Christus se bloed. Deur Jezus se opstandingskrag kan jy deur die Gees jou sondes bely en nuut oorbegin. God se liefde in Christus laat ons as het ware 'n metamorfose ondergaan om weer met die Here in liefde vorentoe te leef. 'N tweede ding wat ons terughou om voluit en vorentoe met die Here te leef, is baie keer mislukkings in ons levens. Misschien het jou besigheid gevou, jou huwelik geknak, het jou werk verloor en vertrouwe in mense verloor en nie jou ideale bereik nie. Jy begin 'n nuwe jaar as iemand wat eintlik 'n mislukking is. Jy sien nie 'n toekoms nie. Jy het klaar gesterf, geestelik. Dink net aan Petrus, hoe gruwelik hy misluk het, hy draai sy rug op Jezus
voor die destijdse wereld zei dat hij Jezus niet ken nie. Hij misluk als discipel, hij misluk als volgeling van die Here. Maar hij huilt bitterlijk oor zijn zonde. En als die Here Jezus om opzoek, na hy opgestaan het uit die dood, belei en erken die Here Paulus dat die Here sy Here is. Als die Here van vraag, Simon, het jy my regtig lief? Dan sê Here, u weet dat ek u lief het. Tot drie maal toe. Drie maal verloon, drie maal moet hy hierdie antwoord herhaal. Hy het uit die dood opgestaan. Daarna word hy een groot leier ook in die kerk van die Here. As jy 2022 ingaan met jou mislukkings van hierdie jaar, dan gaan jy een mislukking bly. Neem jou mislukkings naar die Here Jezus toe. Hij maakt verloorders wenners. Hij maakt zwakkes sterkes. Hij maakt kleinkies groot. Hij verwijdert zonde en hij denkt niet meer aan ons zondes, die sê Jesaja 43 vers 25. God denkt niet eerst meer aan jouw zondes. Kan je dit geloof? Belei dit voor hom, sê dit voor hom, ontvang vergifnis, en hy dink nooit weer daarin. Met die opstandingskracht van die Here Jezus Christus kan je opstaan uit jou mislukkings en met die Here naar die wenpaal toe op pad wees. Een derde ding wat ons terughou in 2021 kan wees dat ons bitter hartseer was. Ons hartseer hou ons vast hier in die oude jaar. Vooral als je je geliefde verloor het, klou je vast in die oude jaar, want je wil hom niet los nie, is geliefde wat bij je was, en hoe gaan ik een nieuwe jaar in sonder hom of haar? Je voel je nog verbind aan daar die persoon, en daarom leef je terug in die verlede. Denk maar aan Israël wat verlossing uit die slavenhuis ontvang het. Hulle deur die Rooi See getrek, die Here het vir hulle daar die verlossing gegee. Hulle moet niet in vast die Here in hulle oog, in hulle visie hou, in hulle focus hou. Maar zodra het een bietjie moeilik gaan, dan leef hulle terug naar die vleispotte van Egypte toe. In plaas daarvan dat hulle voluit vorentoe leef, voluit uit die verlossing van God leef, dat die beloofde land vir hulle drijfkracht is vorentoe, val hulle hartseer terug in die verlede. Daarom sê die Here vir hulle, nie van julle sal die koning, sal die beloofde land ingaan. In Christus kan ons deur sy genade en opstandingskracht een nieuwe leven lewe, vorentoe, na ons geliefdes ook in die hemel toe. Ons het nie nodig om hier vast te gryp aan die dooies nie. Ons kan vorentoe leef naar die levendes toe. Daarom kan ons hartseer ons selfs nie eers terughou om met die Here te leef nie. Jy weet, die duivel wil so graag in jou kop met moedeloos hang. Hy wil jou in jou verlede vasthou, in jou sondes, in jou mislukkings, in jou hartseer, sodat jy nie die heerlijke verlossingswerk van ons Here Jezus Christus ons eie kan maak nie. Maak jou los van hierdie dinge in die verlede en strek jou uit naar Christus in sy komst. Paulus sê, jy het met een wedloop, jy is in een wedloop bezig. Moet nie halfpad uitsak nie. Voor jou wink die volheid van jou eeuwige lewe by die Here. Daar wacht vir jou die hemelse prijs, behalwe losmaak, dat ons die verlede moet losmaak. Moet ons ook voor en toe beheer. Dit is die tweede gedachte wat Paulus ook hier zo wil vir ons sê. Strek jou dan uit naar wat voor is. Wat een vooruitzicht om samen met God te kan leven tot een eeuwigheid. Vergeet wat achter is. Streef naar wat voor is. Hou Jezus Christus voor oor. Die begin en die volleinde van jou geloof, sê Hebreërs 12 vers 1 en 2. Maar in jou koers in hierdie leven word te veel afgeleid van ons eeuwige bestemming, door sonde, door mislukkings, door hartseer. Daar is nog baie sulke dinge wat ons aandag aftrek,
van Jezus en zijn verlossing. Bijvoorbeeld 2022 kan voor ons die onbekende wees. Ons is allemaal bang voor die onbekende. Ons wil niet naar hierdie nieuwe wereld toe gaan, nie, want wat gaan dit in? Ek is eindelijk gelukkig geweest hier zo. Ek het eindelijk voor mij een neseierkie hier gehad. Hoe gaan ek nou voor en toe gaan? Ons soek daar die sekuriteite. Waar gaan ek oor een jaar wees? Sal ek dan nog mijn huis kan afbetaal? Sal ek as bejaarde nog kan oorleef met my karige pensioentjie? Maar dis nie, maar dis eindelijk om nie met die Here Jezus die toekomst te wil ingaan nie. Want jy is bang dat hierdie dinge wat in die lewe is vir jou die sekuriteit gee en nie die Here nie. Hy weet alles wat met my en jou gaan gebeur volgens sy raadsplan. Hy weet wat met my en jou gaan gebeur in die volle 2022 en alles is in sy hande gevat. Hy weet wat met ons gaan gebeur tot in alle eeuwigheid. Daar is niks wat vir die Here weggesteek kan word nie. Daarom is die Here Jezus Christus my en jou sekuriteit. Ons moet aan hom vashou, ons moet uitstrek na hom toe. Hy is my enigste troos in lewe en sterwe. Ek behoort immers aan hom alleen met lichaam en siel in lewe en sterwe. My enigste troos. Hou dan soos 'n kindjie aan hom vas, wat nie pretensies het, voorkeure, maar hou in die geloof aan hom vas. Dan sal jy deur die Heilige Gees ook die nuwe lewe ontvang, en sal hy vir jou met sy opstandingskrag ook daar die gawe gee om vorentoe te kan leef, om vorentoe te kan by die Here leef. Daarom moet ons inspan, sê hy, om die hemelse prijs te behaal. Dit vra toewijding, gereelde inoefening, aanhoudende ywer om hierdie prijs te behaal, wat natuurlijk nie verdien word nie, maar deur die genade aan ons gegee word. Maar dit maak ons strewe, ons soeke, ons inspanning nie minder. Niks in hierdie lewe, niks in hierdie lewe kan vergelyk word met die ewige heerlikheid wat God aan die gee wat hom lief het. Dis die grootste prys wat werd is om te wen, om werd is om na te strewe, saam met die Here Jezus alleen gekry gaan word, as jy jou fokus op hom plaas. Ek wil by u pleit, maak dit die strewe van u lewe, om met die Here Jezus te leef. Maak dit ook die strewe van 2020 of 2022 om Christus meer en meer te ken, meer te dien, vorentoe te leef saam met hom tot by die wederkoms en verder. Jou lewe moet na Jezus verlang. Jou strewe moet wees na die ewige kroon en die prys by ons Here Jezus Christus. Dis die moeite werd. Maak dit vir altyd ook joune, want God het dit vir jou gegee. In Christus en sy opstandingskrag kan een mens jou uitstrek na wat voor lê. Daarom hardloop jy soos iemand wat die wenpaal in sig het en nie kan wag om daar te kom nie. Dan gooi jy elke las af, jy gooi die sonde af en die mislukkings en die hartseer en die onbekende, wanneer jy jou oog vestig op Jezus Christus. Want die Here wag saam met geliefdes en saam met beskare gelowiges vir jou daar by die wenpaal. En daarom, lewe vorentoe. Lewe na die Here toe. Amen. Vader in die hemel, ons loof en dank u dat u ons weer oproep om ons laste van afstand te doen en met nuwe vars opstandingskragte van ons Here Jezus Christus vorentoe te leef. Laat ons dan ook in hierdie jaar die boek toemaak van 2021 en weer die boek oopmaak in 2022, wel wetende dat U ook daar sal wees om vir ons te lei en te dra en naby te wees. Here, wil U ook ons swakhede vergewe en
Gee dat ons met die geloof ook sterker op U sal leef vorentoe. Dat ons U altijd in ons focus, in ons visie sal hê. Dat ons ganse leven om U sal draai. En alles wat hier gebeur, ook door U genade perspectief, sal beïnvloed word. Ons bid, Heere, laat ons met U altijd in gemeenskap leef. In die ou jaar, maar ook in die nieuwe jaar. Laat het vir ons heerliker selfs wees, voller, ruimer, sodat die genade elke dag vars en nuut vir ons is, en dat ons elke dag meer en meer U beeld, U gelykenis sal vertoon. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Na die insameling, of die eerste die collecte gaan by die deure opgeneem word, en daarom gaan ons het nie nou insamel nie. Kom, ons sluit af met Psalm 118:1, verse 2 en 7. Hier gaan het ook oor die lofsang van die gelowiges, want hy is ons verlange, en het sluit ook af met die gelowiges wat weer klink die lofgesange by God. Vroom is na die lijdensnag, al tent weer klink van dankbare psalme, Gods rechterhand doen grote kracht. Dus daar die strewe en uitleef naar die Heere toe en sy komst. Thank you.